Zolang wij leven, blijven zij leven. Ze zijn een deel van ons, zolang wij hen maar blijven herdenken. De Inishmatan Tzora Bitzora Chaim. Mogen hun zielen opgenomen zijn in de bundel van het eeuwige leven. Amen. Gaat u zitten. During his trip to northern Italy on Sunday, Pope Francis made some impromptu remarks, saying the great powers of the world did nothing when Jews were taken to Auschwitz. Le grandi potenze avevano le fotografie delle vie ferroviarie che portavano i treni ai campi di concentramento, a Auschwitz, per uccidere gli ebrei, anche cristiani, anche rom, anche omosessuali, tutti. Ma dimmi, perché non hanno bombardeggiato quello? On the 27th of January, the Russians came in. And they liberated us. A lot of people have bad memories from that, but I have good ones. That I had a particular wonderful story about a soldier picking me up, sitting down and rocking me in his arms, and the tears were just flowing down his face. And I can never forget that as long as I live. Just to look at him and figuring in my head, you mean there's somebody, like somebody out there cares about me? It was overwhelming. We got along with our neighbors, but at the same time, we could not trust them. We were always afraid they'll give us up to the police, and that's sad to say, our own neighbors. Why do people look away from other people's suffering? How so many people allowed this to happen? How so many people could do this to their neighbors, to friends, people they grew up with? Why were people silent? Why did some people help and take that risk? Would you have resisted? Would you have fought against what was happening? Would you have gone along? You can't know what you're going to do. You can't know till you're in that moment. Individual decisions make a difference, and a lot of times we're not even aware of the consequences of our own actions. Ordinary people have choices. What are the choices that you make in your lives? Don't be a bystander. If you see somebody abusing somebody, you step in. I ask questions all the time. What really happened? Why didn't you fight back? There was resistance. There were those that decided that they would do something about it and take a stand. What is it in humanity that has someone persevere and become strong and fight against that evil? To risk their own lives and perhaps the lives of their families to help others. Ordinary people can do extraordinary things. And the most valuable way that they fought back was living. I did not want to give up, and I said, whatever they dish out to me, I'll take that. What is your question? But ze zijn fascisten, ze zijn fascisten. Ze zijn maar de ene als mij. Mijn vader had steun. Mijn moeder vraagt aan voor lakens, slopen en beddengoed. En voor ons krijg je sokken of kousen met een rode teen en een rode hak. In je schoenen krijg je 3 gemeentewapens ingeknepen. Dat het van de gemeente is. Nou, je goed, dan staat op. Dan zit je verschut als je naar de douche moet douchen van school. Staat erop 3 kruisjes. Gemeente. Nou, dan schaam je je eigen de pokken. Nou, in Duitsland was het perfect.
Ik verdiende veel geld, want ik was in tijd van 2 maanden was ik voorman over een ploeg van 10, 12 mensen. En nou ja, ik kreeg horrie op geld. En ik kon lekker uit, ik kon lekker eten, ik kon lekker pilsie drinken. En met Adolf Hitler kwam ik uit de kroeg vandaan. En ik zei heil tegen hem. En ik feliciteerde hem. En ik kreeg een hand ook van hem. En dat vergeet ik nooit. Want dat was een geweldige kerel. Want die heeft Duitsland helemaal opgebouwd. Die heeft eigenlijk een goudmijn ervan gemaakt. Want je kon overal kon je kopen wat je wou. En was het niet duur, beter als in Nederland. Er gaat iets van ontzag uit. Hè? Als je in het uniform loopt en de Duitse soldaat die groet je, of die zegt heil, dan ben je trots. Hè? Dan word je gedragen. Dan ben je echt trots. Ook de Duitse soldaten, of je nou een witte kraag of een blauwe kraag, dat doet ze niks te zaken. Maar omdat je dat nestel draagt en omdat je pet glimt en dat je dat bandje om hebt, dan heil of salveren, nou ja, dan groei je. Dan ben je echt trots. Ja, we gingen daar marcheren en dan krijg je dan haakstuk. En dan is er meteen klappen uitdelen. Ik had een ploertendooier en die had ik met een riempje zo lekker om mijn hand. En dan konden ze hem niet afpakken. Dus dan kregen ze klappen op hun arm en dan konden ze hun arm niet meer optillen. En dan was het gauw gebeurd. En dan kregen ze een paar klappen met die ploertendooier in hun nek. En dan gingen ze plat. Ja, want... ja. Die Joden die moesten er toch uit. Hier ook. En dat... wij werden eigenlijk daar een beetje tegen opgehitst. Nee, ik deed niet meer tegenzin. Want als ik toevallig zag dat er eentje in elkaar geslagen werd... nou, dan ging ik erbij en dan sloeg ik hem ook in elkaar. Zo werkt dat dan. Dat werkt automatisch, dat werkt aanstekelijk. Hè? Daar kan je niks aan veranderen. En omdat ik al een agressief persoon ben... ja, dan krijg je dat. Als mijn man bij de WA zit en hij krijgt klappen... Nou, dan pak ik mijn gummilat of mijn ploertendooier en dan ga ik hem helpen. Zo werkt dat. Ze bestelen je en ze roven je. Want als je wat koopt bij ze, dan rekenen ze voor een Jood... rekenen ze de normale prijs. En wij als christenen werden bedrogen. Moesten we meer betalen. Nou, en dat zat al ons niet lekker. Want als je op de Jodenhoek kwam... werd je bestolen door de heren. Ja, de groenteman die wou geen aardappelen geven... Nou, ik zeg geen aardappelen, laat ik je weghalen. Nou, toen kregen ze dan wel aardappelen, hoefde geen bon te geven. Dus en zo werkte dat allemaal.
Ja, dan heb je de macht in handen. En dan kun je je mond open trekken. Dus als hij geen aardappelen geeft, dan haal ik de groene politie erbij. Ja, en dan word je weggehaald, klaar, overuit. Ja, nee, maar het is goed. En uw vrouw krijgt wel aardappelen. Ik zeg, ja, en groenten. Want enkel aardappelen kan ze niet leven. Ik weet wel dat ze bijna niet tevreden hadden. En dat ze dan af en toe een ratio hielden. En dat ze dan, hoppakee, wegplaten maakten. Die gingen naar Boegewalde, dan weet ik veel waar ze naartoe werden gedrukt. Ja, en daar zaten de heren vergast en uitgemergeld. En gingen kapot, gingen gewoon dood. Ja, en daar heb ik nou nog geen weet van. Ja, wat vindt u ervan? Ja, ik heb een hekel aan Joden. En ja, hij vindt het normaal dat hij ze allemaal vergast heeft. Ja, nou, wat hij vindt, dat heb ik niks mee te maken. Hij heeft er een zootje opgeruimd. En nou moet je eens kijken hoeveel af we er in Israël zitten. En wat hier weer rondloopt. Nou ja, ik zeg maar zo, weg is weg. En laat ze niet meer terugkomen, want je krijgt er alleen maar weer last van. Zo werkt dat. De NSB, de Nationaal Socialistische Beweging, onder leiding van Mussert, koos openlijk partij voor de Duitsers. De weerafdeling, de WA, de paramilitaire organisatie van de NSB, ging in uniform de straat op. De WA die deelde de lakens uit. Veel s'avonds met die colportage, hè, met volk en vaderland en dergelijke. En de taak van de politie, ja, die ging hierin bestaan. Een hoop vaste posten. Hè. Ik heb op posten staan voor het Nationale Dagblad en voor een boekerij in de Nachtegaalstraat. Wat moest u doen daar dan? En voor het Huis van Mussert. Voorkomen dat de ruiten ingegooid werden. Al in het begin van de oorlog kreeg de politie op de bureaus te maken met andere verhoudingen en een andere sfeer. Dat onderlinge wantrouwen, dat is dat is ontzettend geweest in de oorlog. Dat is ontzettend geweest van die is goed en die is fout en die is goed en die is fout. De politie werd kort, arm gehouden en gehoorzaam. Was weinig politiek bewust. Je zou ook kunnen zeggen, ze waren eigenlijk behept met een politieke naïviteit. Ja, de Nederlandse politie was denk ik wel een relatief makkelijke prooi voor de Duitsers. Omdat er een relatief sterke geest van gehoorzaamheid was. Er was een, ik zal niet zeggen, er was geen militaire geest, maar het was binnen de politie toch eigenlijk, werd het als absurd beschouwd om een dienstbevel te weigeren. Dat deed je niet en dat leidde ook onmiddellijk tot ontslag als je dat deed. We kregen opdracht om ons volkomen dienstbaar te stellen aan de Duitse bezetters. En wanneer wij, laten we zeggen, natuurlijk zal getracht worden om de orders van de Duitsers via de superieuren te laten neerdruppelen natuurlijk. Maar wanneer daartoe geen mogelijkheden bestond, dan moest je onmiddellijk en correct moest je de bevelen uitvoeren die de Duitsers je gaven. Nu gaan we over tot de verbuiging van een vrouwelijk woord. En we zullen nemen het woord die dame. De eerste naamval is die dame. De tweede naamval der dame. De derde naamval der dame. En de vierde naamval die dame. En dan zullen we met z'n allen even repeteren. Dus we beginnen met de eerste naamval. Die dame. Heer Lame, Goed zo, heren. Mijn naam is Leo Rewaru, presentator van Veterans for Veterans. Tevens grondman van Stichting Maluku voor Maluku. Het is 26 januari,
zit in Amsterdam bij de Stopera, oftewel het gemeentehuis Amsterdam. En we zijn ons aan het verzamelen voor de stille tocht. Naar aanleiding van de Holocaust, of in de volksmond, Auschwitz-herdenking Amsterdam. Waarom zijn wij hier? Omdat de Kniel-Ambonese, oftewel de Molukse veteranen in Nederland, helaas heel veel overeenkomst hebben met de Joodse gemeenschap. En dat is het feit, wat bijna heel Nederland niet weet, is dat de Kniel-Ambonese of de Molukse veteranen en hun vrouwen en gezinnen weggestopt werden in de concentratiekampen in Nederland. Nadat de Joden eruit waren gegaan. In 1951 tot sowieso 1977 hebben de Molukse bevolking in dezelfde omstandigheden gewoond en overleefd in de barakken. En het gevolg is dat er, net zoals de Joodse gemeenschap, vooral in de winter, jonge kinderen, baby's zijn overleden. Dan moet ik niet lachen. Laat mij dat zijn, laat God zo niet te doen. Want dan laat mij dat, dan moet ik niet de pet in de boom die lachen. Mag ik jou wat vragen? We hoorden het verhaal dat jij een broer hebt gehad. Ja, die heette Franciscus. Ja. Die is geboren aan boord. Onderweg van Indonesië naar Nederland. En door de slechte verzorging en door de ziektes en alles, heeft zij haar overboord moeten gooien. Maar daar heeft je moeder en je ouders wel jarenlang een trauma over gehouden. Ja, dat klopt. Ze heeft het nog steeds over... Onder andere, ja. En dat vind ik vooral in de dromen. Ze droomt wel eens hard op. En dan vertelt ze dat wel eens. En het leed wat jouw ouders en jullie is aangedaan, dat gaan we zeker meenemen. Want het is gewoon te triest voor woorden. Uiteraard. En ik sta ook 100% achter. Want als we dit triest verhaal gaan horen, dit is heel wrang, denk ik dat een ereschuld richting jouw moeder of jouw familie meer op zijn plaats is en meer dan terecht is. Ja, dat klopt. In oktober, ja. Je had toen andere weersomstandigheden. Nou, dit is dan het beruchte kinderveld, is het daar ook. Grote schande. Omdat, net zoals de Duitsers, gaven de Nederlanders helaas geen extra dekens in de winter. Ook geen warm waterkruik. Laat staan, goede informatie. Voor de rest zijn er ook heel veel kinderen gestorven, omdat de omstandigheden heel slecht waren. Naast tocht, schimmel, kou, had je ook kakkelakken, ratten, muizen, luizen en vlooien. En dat zijn bacterieoverdragers. En het immuunsysteem van jonge kinderen of baby's werd daardoor aangetast en ze stierven. Heel veel Kniel-veteranen en hun vrouwen dachten dat het Gods wil was en ze hebben dat gelaten geaccepteerd. Maar ik heb daar onderzoek in gedaan en dat blijkt dat dat niet zo is. Het is gewoon logica, want als je ook de Joodse gemeenschap gaat vragen hoe kinderen in de concentratiekampen zijn overleden, zullen ze ook zeggen dat ze doodgevroren waren. En dat is ook bij ons gebeurd. Het nieuwe dingetje in dit verhaal is, en daar ben ik ook heel dankbaar voor de gemeente Wierden, dat de gemeente Wierden de eerste stap heeft gemaakt om de graven van de Kniel-veteranen en op mijn verzoek ook de graven van de kinderen en jonge baby's die zijn gestorven onder deze omstandigheden aan te merken als bijzonder ofwel herdenkwaardige graven. Gaat betekenen dat de grafrechten gaan vervallen en dat er onderhoud gepleegd gaat worden, zodat al deze graven voor de toekomst gewaarborgd zijn. Nog een dingetje, en dat is ook heel belangrijk te weten voor de kijkers van Vetters.
Ik heb het ook zo weten te brengen en daar ben ik ook heel blij mee, dat alle veteranen meedoen in dit verhaal vanaf 1940. Dit geldt op dit moment alleen maar voor de gemeente Wierden, maar we zijn van plan het te gaan uitrollen over meerdere gemeentes en we gaan zeker in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes. Ik hoop ook dat jullie ons steunen in dit verhaal. En ik hoop ook medewerking van minister-president Mark Rutte, die hier ook aanwezig is. En de voltallige Nederlandse regering. Want dit moet toch in het licht van 75 jaar vrijheid eindelijk en ook echt eindelijk aan de kaak gesteld worden. We gaan nu richting de hal van het gemeentehuis. En we wachten af op het teken dat wij een stille tocht gaan doen vanaf 11 uur. Ik ben hier met Dingo Timisela uit Dongen. En Dingo, je bent ingegaan op de oproep van Malouk voor Malouken. Ja. En daar heb je gehoor aan gegeven. En waarom ben je hier? Nou, om in ieder geval blijk te geven aan hetgeen wat wij dan ook meegemaakt hebben eigenlijk. Het lijkt in eerste instantie niet op elkaar, maar wel degelijk het gevoel. Dat spreekt in ieder geval mij wel aan, dat wij daar ook bij stilstaan. Dat wij in ieder geval ook mee willen voelen, zoals zij, de Joden in dit geval, gevoeld hebben. Dat gevoel hebben wij zelf ook. Alleen... En hoe komt dat? Nou, omdat wij ook geleden hebben. Omdat maar, wij ook heel... maar jullie hebben ook in de concentratiekampen gehad. De vergelijking is in ieder geval wel degelijker. Dat wij ook, onze ouders in dit geval natuurlijk, ook in de concentratiekampen hebben gezeten. Allerlei zaken wat de Jappen betreft. Meegemaakt hebben. En dat hebben wij natuurlijk meegekregen in de opvoeding. En het gevoel, dat leeft natuurlijk ook zoals de Joden dat voelen op dit moment. Ja, maar wat anders, wat ik net zeg, is dat de Tamil Ambonese en hun vrouwen en gezinnen, die hebben in de oude concentratiekampen gewoond. Ja. Wij weten dat, ja. Maar heel veel Joden en ook Nederlanders weten dat niet. Ja. En ja, daarvoor is deze actie, toch? Dat klopt. Wij willen natuurlijk ook hebben dat iedereen weet, zoals iedereen weet wat de Joden is overkomen, willen wij graag meedelen aan niet alleen de Joden, maar eigenlijk heel Nederland, eigenlijk heel de wereld, dat ook wij met hetzelfde te kampen hebben gehad, getuigen het feit dat wij ook ondergebracht zijn in concentratiekampen, in barakken, met alle gevolgen van dien. Ik bedoel, de huisvesting toentertijd is niet te vergelijken met hetgeen wat we op dit moment hebben. Hè? Ik bedoel, als je dan de asielzoekers neemt, hoe dat die verwelkomd worden in vergelijking met hetgeen wat ons is overkomen, dat is gewoon met geen pen te beschrijven en dat willen we toch wel onder de aandacht brengen. Maar er is ook een baby- en kindersterfte in de concentratiekamp geweest. Klopt. Net zoals de Joodse mensen kinderen hebben verloren. In de brakken door erbarmelijke omstandigheden en de vrieskou. Ja. In elke familie is er wel een oudere broer of zus. Klopt. Begraven in de buurt van de oude concentratiekamp. Klopt. Mag ik vragen, persoonlijk, hebben jullie ook in de familie broers of zussen gewoond? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. En daar ben ik dus eigenlijk wel blij om. Alleen ik weet natuurlijk dat de kinderen onder heel erbarmelijke omstandigheden hebben moeten leven, zonder begeleiding. En onze ouders moeten het maar uitzoeken. En dat hebben ze ook gedaan met alle gevolgen van die kindersterfte. Massaal. Alleen niemand weet het. Een start van de herdenking. Ik wens u allen een waardige herdenking. En over 5 minuten zullen wij vanaf die kant vertrekken. Dank u wel. Ja, dat is
waarom hebben we het laten gebeuren dat zo ongelooflijk veel mensen, miljoenen mensen, doelbewust vermoord zijn? Januari 1942. Onder leiding van Reinhard Heydrich komt de nazi-top samen. Tijdens deze Wannsee-conferentie wordt gekeken hoe Hitlers besluit tot de totale endlösung van het Joodse volk logistiek het best kan worden uitgevoerd. Dan wird das Ergebnis nicht das Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. De Wannsee-conferentie in januari 1942 is in wezen eigenlijk een formalisering van wat al gaande was. Het besluit tot vernietiging van de Joden was al eerder gevallen, een half jaar, een aantal maanden daarvoor. En op de Wannsee-conferentie wordt besloten hoe we dat gaan doen en wat de aantallen zijn die per land moeten worden bereikt. Over 1942, after the Wannsee Conference, as the Germans created a systematic machinery of destruction. After experiences gained by the Einsatzkommandos, when Himmler believed that the mass executions by shooting this is too expensive, too difficult, and too serious burden for the SS themselves. So the best method is killing people in gas chambers. Rudolf Höss would rather believe in the Cyclone B, the gas that was delivered to Auschwitz. Ik meen me te herinneren dat we in een tram gingen die ons naar het Centraal Station bracht. En toen in het Centraal Station zijn we met een trein naar Westerbork gegaan. De omstandigheden in Westerbork was voor het eerst dat we geen honger hadden in 2 jaar. En overdag moesten we werken, batterijen uit elkaar prutsen en dan een deel daarvan naar links gooien en een deel naar rechts. Ik wist niet toen dat de Joden vertrokken naar de vernietigingskampen. Het bevel kwam uit Berlijn over hoeveel mensen er vanuit Nederland gedeporteerd dienden te worden. Het ging dan via verschillende lijnen. En dat aantal kwam hier in kamp Westerbork bij de kampcommandant terecht. Laten we zeggen 1000. En dan was het een hele onrustige. Vaak was het een avond en een nacht van wie kon wel op het transportlijst staan, wie niet. Dat was een enorme drukte en chaos van belang. Ik werd op een dinsdagavond opgeroepen en dan moesten we de volgende ochtend heel vroeg op een perron zijn. En dat waren we dan ook. En daar stonden treinen klaar. En vervolgens ging de trein, die was al keurig netjes binnengekomen. En die liep als het ware via een soort dienstregeling. En vertrok je hier uit het kamp. Maar dat wel heel veel mensen gevoeld hebben van het is niet goed. Het is niet goed. Het is onzekere toekomst, maar ergens diep. Het is een hele donkere toekomst. I remember very clearly the terrible transportation in a cattle truck. It was metal wagons.
with practically no air to breathe. Too many people, not enough room to sit, so people had to stand for days. People who died in different wagons. In our wagon, somebody gave birth in terrible condition. At arrival, the baby was killed immediately. Tot 3 dagen later. En was er weer een perron. En op dat perron stond Auschwitz. En er stond ook, was ook weer een kanaal. Werden we in 4 rijen verdeeld. Er waren 2 mannenrijen en 2 vrouwenrijen. En mijn vader kwam naar ons toe rennen. En om ons kussen. En hij werd enorm in zijn gegrepen, want het mocht helemaal niet. Dus moest hij terug naar de mannen. Afscheid nooit meer gezien. Zij die gescheiden werden om in het kamp te blijven, om te werken, dat ze nog niet konden geloven dat de oude kampgevangenen tegen hen zeiden, zie je die schoorsteen daar roken, daar gaat jouw familie straks ook zo doorheen. Dat op dat moment je dat nog niet kon begrijpen. From all the occupied countries, Jews are being transported in conditions of appalling horror and brutality to Eastern Europe. None of those taken away are ever heard of again. The number of victims of these bloody cruelties is reckoned in many hundreds of thousands. This speech comes about because of a great deal of pressure by Polish Jewish representatives, and indeed the Polish government. And this is the big UN declaration which calls attention to the extermination of Jews in occupied Europe by Germany. We get to the 17th December, and there's some reports afterwards, but generally, we see a dip in attention after that. It's almost like the Allies said, we've done our bit, we've spoke about this issue, and now we're moving on to fighting the war. Is er een veteraan? Dairon Wiesgen. Curaçao. Ambassadeur van Maluku voor Maluku. Vandaag samen met Leo de herdenking Auschwitz. En met nog meer jongens. Een hele grote groep. Militaire veteraan. De Italiaanse militie van Curaçao. 18 jaar. Kom erbij. Het zijn allemaal Italiaanse militaire veteraan. Die ook met ons meelopen. Ook ter nagedachtenis van de Italiaanse militairen. Die hebben bijgedragen aan de bevrijding van Nederland. Wordt heel vaak vergeten. Maar naast de Ambonese of Molukkers waren er ook heel veel Italianen en ook Surinaamse militairen die voor de vrijheid hebben gestreden, maar ook hun leven hebben verloren. Daarnaast ook heel veel, met name in alle groeperingen, zijn het allemaal vergeten veteranen die na hun acties echt zijn weggestopt door de Nederlandse overheid. Zwaar. Met trauma en wij gaan dat aanvechten, want dat moet ook weer in de geschiedenisboeken worden geschreven. Met name 75 jaar vrijheid, waar wij of onze voorouders en ook wij een aandeel voor hebben geleverd. We verlaten zo het gemeentehuis, het historisch moment, want het is de eerste keer dat er Molukse en mensen uit Curaçao meelopen in de stiltocht, waaronder militaire veteranen.
17 maart 1943. In de avond zijn de kinderen al opgehaald door de Veiligheidsdienst. Dit onderdeel van het politiearchief waar al die namen in zitten... geeft aan wie er eigenlijk allemaal toen opgepakt zijn. En niet alleen kinderen uit het Joodse weeshuis, maar ook een heleboel andere mensen zijn toen opgepakt. En die zijn bijna allemaal, hebben de oorlog niet overleefd. Een paar hebben de oorlog maar overleefd. Het raakt hem bij het zien van alle namen van Leidse weeskinderen en volwassenen. Het is toch altijd wel weer schokkend als je dat zwart op wit voor je ziet. Omdat je heel erg geconfronteerd wordt met kinderen van 5, 6 jaar oud die weggevoerd worden. En plotseling is het wordt wat tastbaarder. Je krijgt in één keer iets in handen wat daadwerkelijk op die kinderen betrekking heeft. Meer dan 700 inventarisnummers zijn vanaf vandaag voor iedereen in te zien. Naast de namen van de gedeporteerde wezen zijn er ook procesverbalen te lezen. Zoals hier dat een Joodse man per ongeluk een bosje radijsjes kocht in een voor Joden verboden groentewinkel. Of Leidse studenten die zich niet lieten registreren. Het kleine leed en het grote leed wat eruit naar voren komt. Je wordt heel hard met de neus op de feiten gedrukt hoeveel mensen er zijn opgepakt voor eigenlijk bijna niks. Hoeveel mensen zijn weggevoerd eigenlijk alleen maar omdat ze Jood zijn. En natuurlijk, je weet dat. Alleen nu word je heel erg met de neus op de feiten gedrukt. En dat is best wel confronterend. Mijn naam is Simon Bornstein, rabbijn in Alkmaar. Vandaag zijn we met Maluku voor Maluku bij de Nationale Auschwitz-herdenking. Daarbij herdenken wij de genocide op de Joodse Amsterdammers, op het Jiddische Mokum, om het zo te zeggen. Wij herdenken ook de inzet van de KNIL-veteranen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa deel uitmaakten van het gewapende verzet tegen die genocide op het Joodse bevolkingsdeel. Tegen het nazisme en tegen het racisme wat daarmee samenging. En we hebben op dit moment ruim een 2 dozijn kinderen en ook oud-KNIL-veteranen hier aanwezig op de Auschwitz-herdenking. En daarmee wordt een krachtige boodschap afgegeven tegen racisme voor een gelijkwaardige, menswaardige samenleving. Maar vooral ook ter nagedachtenis aan de KNIL-militairen die na de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse leegstaande concentratiekampen werden opgevangen, opgesloten en die een half jaar daar zouden blijven. Maar tot levenslang werden veroordeeld door de Nederlandse regering. Want in kamp Vught hebben we nog 2 maanden geleden de laatste KNIL-veteraan ten graven gedragen vanuit een originele barak. Onder het luiden van de originele kampbel uit de Tweede Wereldoorlog. Een meer bizarre samenloop van bevolkingsgroepen kun je je feitelijk niet bedenken. Bij de Nationale Auschwitz-herdenking staan we uiteraard ook stil bij actuele vormen van discriminatie, antisemitisme. Die komen helaas steeds openlijker weer aan de orde. De eerste generatie van NSB'ers die het niet durfden na de oorlog, die zijn uitgestorven. Dus we hebben weer last van hun nakomelingen en andere lui die ideologisch verwant zijn met extreemrechts en racistische clubjes. De koning is juist in Jeruzalem geweest, in Yad Vashem, bij de Holocaust-herdenking met 50 staatshoofden in Israël, in de hoofdstad. Om daar een boodschap tegen af te geven. En daarom zijn we hier ook vandaag samen met Antilliaanse veteranen. We zijn hier met Surinaamse veteranen uit het Nederlandse leger. We zijn hier met Indië-veteranen, dus veteranen uit het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. En in het bijzonder mensen van de Molukse KNIL-veteranen.
om daartegen een vuist te maken, gezamenlijk. Ja, actuele vormen van antisemitisme hebben we laatst gezien in Amerika. Daar heeft een jonge man van een jaar of 20 met een extreem rechtse politieke opvatting, dus een volle nazi, die heeft in een functionerende synagoge ruim 20 mensen neergemaaid met een vuurwapen. Louter vanwege haat, louter vanwege het feit dat men bijvoorbeeld Joods is of een andere identiteit heeft. In Parijs hebben we een voorbeeld gezien waarbij een Holocaust-overlevende laatst is neergestoken, vermoord. La banderole avancée! It started as a memorial in honor of Mrs. Knoll, who was killed. Once we've known that it was an anti-Semitic motive, then it became a march against anti-Semitism because she is the 11th person being killed for the only reason that she was Jewish. Dergelijke zaken willen wij niet in Europa hebben, we willen het nergens in de wereld hebben en we willen het zeker niet in Nederland hebben. En daarvoor zijn we vandaag samen met alle overlevenden en hun nazaten van de Jodenbuurt in Amsterdam. Eén keer per jaar ontmoeten wij elkaar en dat doen wij bij de Auschwitz-herdenking ter nagedachtenis aan onze 130.000 Nederlandse Joden, het hoogste percentage van Europa, dat vermoord is door de nazi's, door het naziregime. Dank u wel. Goedemorgen, dames en heren. Namens het Nederlands Auschwitz-comité heet ik u allen hartelijk welkom bij de Nationale Holocaust-herdenking. Excuses aan voor het overheidshandelen van toen. En dat doe ik in het besef dat geen woord, zoiets groots en gruwelijks als de Holocaust, ooit kan omvatten. Alle herdenkingen over de Tweede Wereldoorlog zijn belangrijk, maar deze gaat natuurlijk over zoiets verschrikkelijks. Het ontmenselijke apart zetten, vermoorden van zo over de 100.000 Nederlanders. Joden, Sinti, Roma, mannen, vrouwen, kinderen. Willen we nu, vandaag, discriminatie, antisemitisme bestrijden, dan moeten we snappen wat er toen gebeurd is. En dat moeten we ook uitspreken, want dat is zo groot dat als je dat realiseert, hoop ik, mensen ook zullen zeggen, ja, dan kunnen we ook niet opnieuw dat een kans geven, dat antisemitisme. Dat mag niet. En waarom kozen we ervoor om vandaag na al die jaren excuses namens de regering aan te bieden? Ik heb dat vandaag namens de regering opnieuw gedaan. En dat expliciet met excuses gedaan. Tegelijkertijd me realiserend dat, wat hadden u en ik gedaan aan de oorlog? Waren wij wel aan het verzet gegaan? Hadden wij, als we bij de overheid gewerkt hadden, geen fouten gemaakt? Dat weten we helemaal niet. Dus dat zijn allemaal worstelingen die je hebt als je die excuses uitspreekt. Maar ik ben nu de minister-president. Ik vind dat het nu nodig is. Dan per saldo moet ik het ook doen. Wetend dat er ook zoveel mensen goede dingen deden in het verzet, ook bij de overheid. Ik vind de excuses komen te laat. De meeste mensen leven niet meer. Maar het deed me wel iets. Beter laat dan nooit, zeg ik dan. Ik vind het heel erg goed, want het is iets wat binnen de Joodse gemeenschap natuurlijk altijd wel een beetje heeft gespeeld, denk ik. Nou, dat kan nooit genoeg zijn. Ja. Dus ik vind het heel terecht dat het steeds herhaald wordt.